Yo kijkers van Marcel zei, welkom bij een compleet andere video dan jullie van mij gewend zijn. Aan het einde van het jaar dacht ik van het is wel leuk om eventjes een beetje de belangrijkste video's bij langs te gaan. De best bekeken video's heb ik het dan over. Welke video's zijn het best bekeken? Elke maand heb ik even gekeken welke video is daar in die maand het best bekeken die ook geüpload is in die maand. Want dat is wel even belangrijk. Want weet je, ik vind het zo tof wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Ik dacht van, ik wil hem geweldig afsluiten. Want, even een aantal statistieken. Wat hebben we dit jaar allemaal gehaald? Dit jaar hebben we 9.500 weergaven gehaald. Wauw, dat is bijna gewoon, zeg maar, dat is bijna 2/3 van wat er in totaal bekeken is op mijn kanaal. Dat was van 3 jaar tijd, heb ik 16.500 weergaven gehaald. Daarvan zijn 9.500 gewoon van dit jaar. Hoe gaaf is dat? Nou ja, 24.362 weergaven minuten. Dus er is 24.000 minuten is er naar mijn video's gekeken. Ik heb hele toffe video's gemaakt vanuit Praag, vanuit Amerika. Ik heb een nieuwe computer gebouwd. Ik heb een aantal livestreams gehad. Noem het maar op, het is echt een geweldig jaar geweest. En daarvoor wil ik jullie bedanken door jullie deze video aan te bieden. Dames en heren, kijk alsjeblieft met mij mee naar de best bekeken video's van 2015. We trappen de video af met een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Het begin van een compleet nieuwe serie. Maar waarom was deze video nou het best bekeken? Jij gaat weg, hè, Boom? Ja. Jij verhuist naar mijn broekzak. Hey. Dat is een mooie plek om te wonen, hoor. Geloof mij maar. If you know what I mean. Er zit ook nog een andere boom. Oh ja, ik weet het alweer. Oh, en berg je maar, want dit soort grappen komen zeker weten terug in 2016. In de bovenbouw heb je SE-weken. En in dat soort weken heb je heel veel examens achter elkaar. In dat soort weken wil je af en toe ook wel eens een beetje rust nemen. En dan kom je ineens achter de gekste dingen op je kamer. Maar wat gebeurt er dan als je veel met je stoel heen en weer beweegt? En dat, dat speelt al een tijdje bij mij, hoor. Want dat is echt serieus waar. Een hele poos is dat zo. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, hoor. Maar dan gebeurt er dus gewoon dit. Ja. Dan gaat dus gewoon, als je tapijt hebt, zoals ik, dan gaat dus je tapijt ervan kapot. Overigens is dit nog steeds niet gefixt en ligt er nog steeds een heel groot gat in mijn vloer. In maart heb ik meegewerkt aan een voorjaarsconcert bij ons op school. En omdat ik veel met techniek bezig ben, dacht ik, laat ik eens eventjes een rondleiding geven wat we allemaal gebruiken. Hier hebben we het geluid staan, dat doe ik allemaal. We hebben hier een hele mooie mixer, Behringer X32, compleet digitaal. Linkje staat in de beschrijving, check het even. Deze vlog is massaal door jullie bekeken en is inmiddels bijna 360 keer al aangeklikt. Hartstikke bedankt daarvoor. In april had ik wel problemen met mijn computer. Ik gebruik namelijk TeamViewer om meerdere video's te kunnen renderen. Dan connect ik gewoon met mijn computer en dan zet ik een nieuwe video klaar. Wat doet TeamViewer met mijn computer? Die schakelt dan heel eventjes mijn bureaublad-achtergrond uit. Oké, prima. Maar als ik dan de verbinding verbreek met TeamViewer, dan zet hij hem weer aan. Alleen, wat heeft hij de laatste keer gedaan? Hij heeft hem niet weer aangezet. Dus ik heb nu gewoon een leeg bureaublad-achtergrond. Een half maandje later heb ik mijn oude computer vervangen voor een nieuwe computer. En dat zou alleen maar betekenen dat de kwaliteit omhoog ging. Eind april ben ik met school een weekje naar Praag geweest. Gewoon als oudje. En het leuke was, we hadden daar elke avond een heerlijk kampvuur. Zo steek je dus een kampvuur aan. Veiligheidsvoorschriften, wat moeten we niet doen met vuur? Erin springen. Goed verhaal. Ook dit vonden jullie blijkbaar weer ontzettend leuk, want deze video is in totaal 170 keer bekeken. Het heeft een poosje geduurd, maar eindelijk kwam in juni toch de timelapse online van hoe ik mijn nieuwe computer in elkaar heb gezet.
Dit was misschien wel de meest simpele video ooit om te maken, maar toch heeft deze bijna 100 weergaven gehaald. In juli heb ik besloten om nog een laatste video te maken over Windows 10, vlak voordat die uitkwam. Dan iets wat ze hebben toegevoegd. Is dat je meerdere bureaubladen hebt. En dit was al zo in de video die ik had over de eerste versie van de Technical Preview. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Maar je kan dus meerdere bureaubladen hebben, waardoor je dus je werk heel mooi kan opdelen in verschillende dingen. Dus je kan een bureaublad hebben voor persoonlijk, eentje voor werk, eentje voor school en eentje voor games bijvoorbeeld. Weet ik veel, ik ga het zelf waarschijnlijk toch niet gebruiken. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het idee dat het gewoon er hartstikke mooi uitziet. Je hebt dus meer controle over wat er allemaal op je beeldscherm kan. En je kan dus heel makkelijk switchen naar een ander beeldscherm als je iets hebt wat jou dus niet mogen zien. Dit was misschien wel de leukste video om ooit te maken, omdat ik hier maar eindelijk eens een keertje lekker kon uitleven in de editing. We werken naar het einde van het jaar toe en dat doen we dus ook in Prison Architect. In deze serie hadden we besloten om halverwege augustus alvast ons goed voor te bereiden voor de donkere dagen van het einde van het jaar. Wie bestelt er dan ook echt? Hoeveel lampen hebben we nou dan? 231. Holy shit, wat moeten we met 231 lampen? Wie bestelt er 231 lampen? Dat slaat ook nergens op. Goede verlichting kan best handig zijn, maar soms kan het toch ook wel een beetje te veel worden. In de zomer ben ik op vakantie geweest naar Amerika en toen ben ik naar een heel gaaf attractiepark in Los Angeles geweest. Yeah, Universal Studios. We gaan een studio tour doen van studios van Universal Studios. Dus heel vaak studios in één zin. Here we go! En het leuke was, dit hele park stond vol met minions! En als je dan op vakantie bent in Amerika, heb je natuurlijk wel vervoer nodig. Daarom gaf ik in de 6e aflevering van de vakantievlogs een rondleiding door onze camper. Ik had jullie nog beloofd om de camper te laten zien waar we in zitten. Aan de buitenkant die is niet heel erg belangrijk, er staat allemaal wel een dikke vette reclame op. Maar de binnenkant is wel interessant. Want, laten we achteraan beginnen. Dit hier is de slaapkamer van mijn ouders. Gebeurt verder vrij weinig. We hebben wat opslag in. Dus namelijk, hier zo ligt beddengoed voor mij, voor mijn zusje en kastjes en zo. En dit enorme ding moesten we continu meeslepen over de enorm slechte wegen van Amerika. Wat een hel was dat. In november had ik weer eens een keertje ontzettend druk. Dus als je een beetje tot rust zou komen, ga je toch gewoon lekker video's kijken. Oké. Ik ben niet zo'n ego dat ik heel veel van mijn eigen video's kijk. Want ik vind ze zelf ook niet altijd even leuk. Maar bepaalde video's, zoals mijn vakantievlogs en dan vooral de cinematics, daar ben ik echt heel erg trots op mezelf op. Want dat is gewoon iets wat ik gewoon geleerd heb eigenlijk toen ik terugkwam vanuit Praag. De Praagvlogs, als jullie die nog niet gezien hebben, link staat in de beschrijving, check het even. Maar de Praagvlogs, dat waren de eerste vlogs die ik daadwerkelijk ook met cinematics heb gedaan. Tuurlijk. Cinematics zijn cool, maar man, wat kostte ze veel tijd om in elkaar te zetten. In december heb ik misschien wel het grootste project van mijn hele YouTube-carrière ooit geüpload. Namelijk mijn setup. En dan het daadwerkelijke hart van mijn hele setup. Zonder dit ding zou mijn hele setup gewoon niet werken. En is alles wat ik dus net allemaal heb verteld compleet nutteloos. Dit is mijn computer. We'll be right back.
computer waarmee ik vanaf eind april kan werken. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik zoveel betere content kan maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het toffe jaar 2015. En laten we proberen om van 2016 een nog beter jaar te maken. Linkjes naar alle video's die in deze video zijn gekomen staan in de beschrijving. Check ze even. En dan zou ik zeggen, je bent van harte welkom in 2016 op mijn kanaal. Tot volgend jaar. I can't forgive, can't forget myself. The piece that I'm missing, it kills me inside.